Breda Nu. Je weet het meteen. Breda Nu is de gast bij de voedselbank in Breda. En waarom? Er is iets aan de hand bij de voedselbank. Move that bus. En ze hadden het zo anders bedacht, maar ja, de regen gooit een beetje roet in het water. We gaan zien wat er gaat gebeuren. Aanschouw het zelf. Ik ga die sleutel teruggeven. Dan mag ik hem jou geven. Of Anita dan? Alsjeblieft. En dan verzoek ik jullie allemaal mee af te tellen. Want zoals Michiel zei, we gaan dat doen volgens het principe van het Amerikaanse tv-programma Extreme Home Makeover. Ik tel af van 3 naar 1. 3, 2, 1. Winter, move that bus! Mag ik een eerste reactie van u? Ja, dit is gewoon waanzinnig. Dit is echt zo mooi. Had nooit gedacht. Zo echt waanzinnig. Geniet ervan. Eindelijk, ja, absoluut, absoluut. Nog vele jaren. Absoluut. Dank u wel. Jullie zijn hier met een hele grote ploeg vandaag aan de slag gegaan. Klopt. We zijn met alle medewerkers van Winters, een man of 40 en een aantal ondernemers, installateur Tess en de firma van Delft, hebben we vandaag de puntjes op de i gezet. U had het toen straks in uw toespraak over de meet and match. Wat is dat precies? Dat is een bijeenkomst waar onze aangesloten partners, het bedrijfsleven worden uitgenodigd en het maatschappelijk veld uit Breda, waar wij tevoren zeg maar, de wensen inventariseren in het maatschappelijk veld. Die brengen wij ter kennisname aan het bedrijfsleven, zodat ze zich tevoren kunnen voorbereiden. Dan komen ze naar een meet and match en dan kunnen ze matches afsluiten, zoals wij het noemen, verbindingen met het maatschappelijk veld. Ja, dus en vandaag is, mogen we de naam wel een keer noemen, Winters Bouwbedrijf, die hebben iets aangeboden. Ja, nou iets. Veel aangeboden. Zij, tijdens de meet and match bijeenkomst zijn ze in contact gekomen met een bestuurslid van de voedselbank. En zijn samen in gesprek gegaan. En de voedselbank heeft kenbaar gemaakt dat ze ruimtegebrek hadden. Dat ze graag een aantal dingen verplaatst zouden willen hebben. Een wachtruimte voor de deelnemers aan de voedselbank. En dat is zeg maar met de apotheose van vandaag gerealiseerd. Dat heeft natuurlijk een stuk voorbereiding gekost de afgelopen weken. Maar vandaag is het bedrijf gesloten geweest. Hebben ze met 50 mensen hier ter plaatse bij de voedselbank gewerkt. En zie je hier het resultaat. Wat vindt u hiervan? Nou, ik vind het geweldig. Als je dit hebt gezien, zo'n oude ketentas met oude balken en lekkages en stinken en die verwarming die wij hadden, maar op olie. Nou, dan, je kunt het niet meer terug. Geweldig wat mensen toch in een korte tijd kunnen presteren. Fantastisch.